Hoor je dit? Hey guys, goedemiddag, goedenavond, goedenochtend, wanneer je dit dan ook kijkt. Het is dinsdag en daarom is het tijd voor proefwerk. Vandaag ga ik iets doen wat ik echt nog nooit heb gedaan. Namelijk, ik heb iets besteld bij een restaurant. En ik heb het helemaal zelf nog niet gezien. En ik ga het gewoon proeven voor jullie. En wat ik vandaag ga proeven zijn allemaal Indiase toetjes. Dus de Indiase keuken, niet de Indonesische, maar Indiase. Dat is eigenlijk mijn favoriete keuken van alles wat er is. Ik hou zo erg van paneer, van curry's, van alles wat erbij hoort. Maar ik ben nog helemaal niet zo thuis in de toetjes die ze allemaal hebben. En ik zag dus een restaurant. Dat was dit restaurant. Natrai. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het werd net gebracht. Super aardige, lieve, schattige bezorger. Ik heb alle toetjes besteld die ze hebben. Echt veel te veel. Maar ik ga ze nu allemaal voor jullie proeven. Dus dat is wat we gaan doen. We gaan vandaag Indiase desserts proeven. En als jullie dit leuk vinden, dan kan ik dit natuurlijk ook gewoon van andere keukens gaan doen, andere landen. Ik heb er eerlijk gezegd heel veel zin in, want ik hou echt van toetjes. Toetjes zijn gewoon eigenlijk het beste in restaurants. Ik ga bijna nooit ergens eten als ze er ook geen lekkere toetjes hebben. Dat vind ik gewoon zonde. Dan zit ik daar de hele avond te eten en dan kijk ik ze de dessertkaart en dan hebben ze bijvoorbeeld alleen maar vanille-ijs en chocolade-ijs. En dan denk ik, ja nee, ik wil gewoon taart. Of een gekke soort van pudding. Of een sikke ijsmaak of een koep of zo. Anyway, laten we hiermee beginnen. Ik heb volgens mij 1 of 2 dingen met ijs. Daar ga ik bij beginnen voordat het helemaal gesmolten is. Dit voelt koud aan, dus dit moet het ijs zijn. Als ik dingen verkeerd uit ga spreken in deze video, sorry alvast. Ik ben geen expert op het gebied van talen. Ik spreek het gewoon zo uit zoals ik denk dat het moet uitgesproken worden. Wow. Het is helemaal groen. Dit is kulfi of kulfi of gewoon kulfi. In ieder geval, het is pistache-ijs. En dit heb ik wel eens op. Dit is het enige van alles wat ik heb besteld wat ik wel eens op heb. Misschien een klein beetje vals spelen, maar het is alweer wel een tijdje geleden. Ongeveer een jaar. Dus ik ben eigenlijk alweer een beetje vergeten hoe het smaakt. Behalve dat ik weet dat het echt heel lekker was. I love my job and what I do. Dus, pista koffie, pistache ijs. Volgens mij op waterbasis. Het zit in allemaal blokjes en het ziet er zo mooi groen uit. Ik zal jullie even een close-up geven. Dit is hoe het eruit ziet. Beetje creepy eigenlijk zo met die groene kleur. Maar ja, pistache noten zijn groen. Ik kan gewoon niet binnenhouden hoe enthousiast ik op deze proefwerk ben. Oh, dit wordt echt fantastisch. Oké, we gaan het proeven. Indiase koffie, gaat-ie. Oh my god. Dit is echt... Het is een soort van hemelsgeschenk. Wat zo naar beneden is komen vallen en is geëindigd in mijn mond. En ik wou dat deze bak die ik heb gekregen groter was. Want ik weet dat als ik klaar ben met deze video, dit bakje binnen 5 minuten leeg is. Dus het smaakt wel naar pistache. Het smaakt naar noten. Daar moet je wel een beetje van houden. Maar het smaakt ook naar suiker. Heleboel suiker. En een beetje vanille of zo. Het is een soort van gek kruidig zoet ijs. En als je dan ruikt... Ruik je bijna niks. En als je het dan in je mond stopt, is het opeens zo'n overweldigende smaak. Ik wist dat dit lekker was, maar dit is als je een keer Indiaans gaat eten, proef dit als nagerecht. Ik weet nog niet hoe lekker de andere dingen gaan zijn, maar dit is sowieso fantastisch. Oh, wat is het leven toch fijn. Oké, volgende. Ik ben wel een soort van bang dat ik nu het allerlekkerste al heb gehad en dat de rest dit niet kan toppen. Ik heb dus 2 dingen hier die compleet vloeibaar zijn. En ik heb echt geen idee wat is. Ik ga gewoon iets openmaken en dan zie ik wel wat het is. Ik begin met deze grote bak die aan het lekken is. Ja, hoe ga ik dit jullie laten zien? Oké, dus dit is het. Het is super vloeibaar. En ik heb geen idee wat zich afspeelt hier in dit goedje. Ik heb even op de site gekeken en ik ben erachter wat dit is. Dit is keer. K-H-E-E-R. Dit is een rijstdessert. Dus wat erin zit, de blokjes die je allemaal zo ziet, dat is rijst. En het zal wel heel romig zijn. En er zitten rozijnen in. Oeh, heel lekker. Nootjes. En ik ga nu een hapje nemen, maar ik vind het stiekem wel een beetje spannend. Want het ziet er eigenlijk een beetje uit als kot. Sorry voor alle Indiase mensen die dit zitten te kijken. Maar het is gewoon zo. Waarschijnlijk smaakt het echt enorm lekker. Maar het ziet er gewoon heel weird uit. Oké, gaat-ie. Het is lauw. Niet warm, niet koud, maar lauw. Dat... Maakt me ongelukkig in elke situatie ooit. Maakt me echt niet uit als dingen koud zijn, maar lauw. En voor de rest is het kruimelig in mijn mond. Beetje rommelig, dat ik niet helemaal weet wat er zich allemaal afspeelt. Maar qua smaak, het is romig, het is zoetig. Ik kan niet helemaal plaatsen wat ik nou precies proef. Maar het is wel lekker. Het is niet mijn favoriet. Het is naast die koffie... Dat ijs van het is het echt een grote teleurstelling. Maar het zou ook best kunnen komen dat ik niet zo van rijst op pap hou. En dit is dus wel rijst op pap. En misschien is het niet de beste versie hoe je het kan eten uit een plastic bak. Helemaal zo geknoeid over je grond. Ja, het is niet slecht. Ik blijf er wel van eten. Dat zegt waarschijnlijk meer over mij dan over het gerecht. Maar als een restaurant alleen maar keer zou hebben als dessert, dan zou ik er niet eten. Next. Oké, we gaan nu iets proeven. En dat zijn ballen. Klinkt funziger dan dat het is. Wat het is rasgulla. En dat zijn melkbolletjes. Witte melkbolletjes.
gehaktbolletjes in een zoete siroop. En zoals je kan zien, het zijn dus van die bolletjes. Ik snap niet helemaal waar het van gemaakt is, maar je noemt het dus melkbolletjes. Ik vind het spannend en redelijk avontuurlijk. En ik heb geen idee of ik dit nou met een lepel moet eten of met een vork. Laat ik even voelen aan de ballen. Wow. Oh, hou je comments maar gewoon voor je. Ik weet dat ik allemaal dingen ga zeggen die fout klinken, want er komen nog meer dingen met ballen aan. Maar we hebben het hier over toetjes. Hier hebben we een bal. Draai ik een beetje een afwasmiddel? Dat is denk ik niet de bedoeling. Ik probeerde net er doorheen te komen, maar de balletjes zijn heel bouncy. Maar ik neem er een beetje van die siroop bij en we gaan het doen. Ik ben bang hiervoor. Waarom? Dit is dus, zeg maar, doordat het iets is wat ik niet ken. Doordat het er misschien een beetje gek uitziet. Maar waarschijnlijk is het hartstikke lekker. We gaan er nu achter komen. Ik weet het niet, ik moet gewoon lachen. Ah. Gaat-ie. Wow, wow. Oh. Ik moest even de ene helft uitspugen. En nu kauw ik op die andere helft. Het is zo vreemd. Oh man. Eerlijk, het voelt alsof ik op een spons kauw. Ik heb deze helft dus uitgespuugd net. Ik zal eventjes één zo'n balletje pakken. Als ik erin knijp. Nou, ten eerste komt er heel veel van die siroop uit. Maar het klinkt ook als een spons. Oh mijn god. Check dit. Hoor je dit? Ik vraag me bijna af of dit wel eetbaar is. Het is zo squishy. En dit gebeurt dus ook als je erop kauwt. Het wordt gewoon een soort van gekke, korrelige substantie. Ik moet even echt mijn handen wassen. Oh. Dit is echt een van de vreemdste dingen die ik ooit heb geproefd in mijn leven. En het erge is dus, ik heb nog een versie. Oh my god. En volgens mij zitten hier ook van die balletjes in. Nee man, dit kan niet. Ik ben compleet in de war. Och. Oké, even iets anders. We gaan even iets anders proeven. Ik heb hier namelijk twee flesjes en dit is lassi. Lassi is een yoghurtdrank. En ik ken de mango lassi, die heb ik wel eens op. Dus dat is yoghurtdrank met mango smaak. Maar ze hebben het ook in een normale zoete versie. Maar ook in een zoute versie. Een zoute yoghurtdrank. En de zoute versie, die bewaar ik tot het laatst. Want waarschijnlijk ga ik ervan kotsen. Maar de zoete, die wil ik nu heel graag proeven. Om even de verwarring van net uit mijn mond te spoelen. Gelukkig hebben ze op de voorkant geschreven wat het is, zoet of zout. En het is dus een yoghurtdrank. En het is eigenlijk officieel geen dessert volgens mij. En kan je het op elk moment drinken. Maar ik vond het meer een dessert dan echt een drankje. Want het is gemaakt van yoghurt. Dit ga ik nu proeven. Wow, man. Ha. Dit is lekker. Oh, ik ben zo blij dat het lekker is. Ugh. Er is niet echt iets waarmee ik het kan vergelijken. Want bijna alle yoghurtdranken die ik ken uit Nederland hebben iets van een fruitsmaakje. En dit is gewoon puur yoghurt en zoetigheid. Maar ik kan me voorstellen dat dit echt op een warme dag echt ultiem genieten is. Dat je dan zo lekker je yoghurtdrankje, lekker even je lassi wegdrinken. Dit is echt nice. Ik bestelde normaal dus altijd de mango lassi, maar voortaan ga ik denk ik deze bestellen. Want hij is een stuk frisser en wat minder overweldigend. Iets neutraler. Oké. Nu heb ik dus nog twee gerechten hier met van die balletjes erin. Hier zijn bruine en dit is een soort van samenkomst, want dit zijn de melkballetjes in melk. Misschien moet ik wel eerst gewoon die bruine proeven. Volgens mij is het maakproces iets anders ook van deze balletjes. Dus het zou goed kunnen dat ze heel anders smaken. En zo gek, want ik had dus mensen op internet hierover horen zeggen dat ze dit fantastisch vonden. Maar ik vond de smaak eerlijk gezegd ook niet echt top. Dit is dus gulab jamun. En dit zijn dus weer van die balletjes. Even uitkijken dat ik niet de siroop over mijn hele vloer giet. Balletjes in een siroop. Maar deze zijn dus bruin. Ik heb denk ik nog nooit iets zo spannend gevonden in mijn leven. Oh, ik druk erin het. Het lijkt echt weer een beetje dezelfde substantie. Ik hoop zo dat deze lekkerder zijn. Ik hoop het zo. Maar ze zijn ook zo groot. Waarom zijn ze zo groot? Oké, gaat-ie. Oh, ik spuugde deze niet uit omdat ik het niet lekker vond. Deze zijn namelijk best oké, maar het was gewoon veel te groot. Het is heel overweldigend met die zoetigheid. Ze zijn squishy, maar ze zijn veel makkelijker door te bijten. Dus hier was ik gelijk doorheen, terwijl bij die andere was het echt zo'n proces om mijn tanden er doorheen te krijgen. Dat viel hier wel mee. Ik heb het gevoel dat deze veel gangbaarder zijn. Ze zijn wel ontiegelijk zoet. Ik denk echt dat als je alle vier die ballen opeet, dat je dan echt, dan ben je misselijk gewoon. Ik snap niet hoe je dat aan kan. Maar deze zijn wel duidelijk veel lekkerder dan die witte die ik net had. Het is wel een goede volgorde, want als ik met deze was begonnen en toen die witte had gegeten enthousiast, dan was ik zo verschrikkelijk teleurgesteld geweest. Maar alsnog wel vreemd. Oké, dit is weer een redelijk succes. Ik heb het uitgespuugd, maar niet om de smaak. Laat ik dan maar gelijk dat andere gerecht nemen waar ook die balletjes in zitten. Dat is deze. En dit zouden dus van die balletjes moeten zijn in melk. Melk met saffraan en pistachenoten. Wow, dit is iets compleet anders. Dit zijn geen ballen.
Weer super groot. Holy shit. Maar dit is wel weer compleet hetzelfde als die witte balletjes. Ik hoor het gelijk als ik zo mijn lepel erin zet. Echt zo. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga proberen om een stukje van die bal af te halen. En dan een beetje melk erbij. Kijk. Oké, nu heb ik een lepeltje vol. Op hoop van zegen. Ik hoop dat het lekker is. Het ruikt in ieder geval wel heel lekker. Dit heet trouwens ras malai. Daar gaat hij. Oké. Ik kwam mijn mond binnen. Toen was het zo zoet dat ik echt dacht... En ik hou best wel van zoet eten. Maar dit is echt extreem zoet. En toen was het eigenlijk wel heel lekker. Ik heb het gevoel, doordat deze platter zijn, dat die melk er helemaal zo in is getrokken. Daardoor zijn ze minder droog dan die andere witte ballen. En zijn ze meer een beetje zompig. Klinkt ook niet echt appetijtelijk. Maar ze zijn wel lekkerder daardoor, want ze zijn veel minder droog. En dat was juist hetgeen wat zo gek was en waardoor ik het niet doorgebeten kreeg. Ja, dit is best goed. Het is alsnog echt... weird, maar het is lekker. Oké, het was echt verschrikkelijk. En nu wordt het steeds weer een klein beetje beter. Dit is ook wel een aanrader. Ik vind deze nog lekkerder eigenlijk dan die bruine balletjes. Tot nu toe is mijn favoriet natuurlijk de koffie. De zoete lassi, die yoghurtdrank. En deze. Dit is mijn derde favoriet. Maar als allerlaatste ga ik nu iets proeven. En dat is de zoute lassi. En dat is de zoute yoghurtdrank. En misschien maak ik het veel groter in mijn hoofd dan wat het is. Misschien is het wel hartstikke lekker. Misschien lijkt het wel op ayran. En ayran is een Turkse yoghurtdrank. En die vind ik wel lekker. Als het daarop lijkt, dan zijn we safe. Maar het zou echt alle kanten op kunnen gaan. De laatste van de rit. Ik moet zeggen dat ik best wel een beetje behoefte heb aan een beetje zout. Want het was zo zoet allemaal. Het ruikt als karnemelk. Als het ook zo smaakt, dan ben ik helemaal cool. Ik vind het wel spannend. Oké. Wow. Het is niet vies, maar het is echt sick zout. Het lijkt wel alsof in de Indiaanse keuken alles gewoon van de extreme is. Zoet is echt fucking zoet. En zout is echt heel zout. Net alsof ik een slok zeewater met een beetje yoghurt er doorheen neem. Oh, het is zo zout. Wie bedenkt zoiets? Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind het best wel lekker. Ik denk echt dat alles wat nu mijn maag binnenkomt, mijn maag zo van streek gaat maken. Omdat het zulke onwijs... Wow, dat ging bijna fout. Het zijn allemaal zulke uitgesproken smaken dat het echt super verwarrend is. Oké, wat een intense proefwerkaflevering. Ik ging hier eigenlijk in met de verwachting dat alles heel lekker zou zijn behalve deze zoute lassi. Nou, dat viel een beetje tegen. Ik denk dat als je zoiets in een restaurant eet of je moeder maakt het klaar, weet je wel, dat het dan wel nog een stuk lekkerder is. Want nu is het natuurlijk zo... klaargemaakt, verpakt en naar me toe gestuurd via een bezorger. Maar ik eet wel eens vaker bij dit restaurant en ze hebben wel echt super lekkere dingen qua avondeten. Dus sowieso duimpje omhoog voor hun. Maar wel intens. Oh. Ik ga niet liegen. Ik ben best wel blij dat het klaar is. Nou, dit was de Indiase toetjes proefwerkaflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zat te denken, wat kan ik weggeven voor deze aflevering? Want ja, niet echt iets hiervan kan ik naar jullie opsturen. Het is allemaal vers. Maar toen dacht ik, misschien kan ik wel gewoon een keertje iets opsturen wat niet eetbaar is. Namelijk, leuke stickers. En dan doe ik er een leuk briefje bij en dan stuur ik die naar je op. Mocht jullie willen winnen, stickers. Ik ga echt super leuke dan voor jullie uitzoeken. Laat dan een reactie achter onder de video. Maakt niet uit wat je reageert. Laat me gewoon lekker weten wat je van de video vond. Of als je een suggestie hebt voor een volgende proefwerkaflevering. Abonneer op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog. Dan maak je kans om het te winnen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zie jullie snel weer. Heel veel hartjes. Bye!